Goedemiddag allemaal en welkom bij deze live online rondleiding voor alumni. We zijn vandaag de gasten in het HVMO Felix. En voordat ik straks het woord geef aan Peter Christiane die jullie meeneemt voor een rondleiding door deze mooie faciliteit, een paar huishoudelijke mededelingen. Jullie kunnen vragen stellen via de chat. We hebben Sanne vandaag achter de chat zitten, die zal alle vragen beantwoorden en een aantal vragen bewaren tot de vragenrondjes. Dus mocht je vragen hebben, je hoeft ze niet te bewaren, stel ze meteen en dan komen we erop terug. Peter. Wij volgen jou graag. Ja, welkom bij HVML Felix. Ik ben Peter Christiane en ik ben directeur van HVML, Highfield Magnet Laboratory. Ik ben ook een alumnus van deze universiteit. Lang geleden heb ik natuurkunde gestudeerd hier en momenteel ben ik directeur van het HVML. En HVML Felix is dus een combinatie van het laboratorium voor hoge magneetvelden, wat we vandaag gaan zien. Met Felix, pre-electron lasers voor infrared experiments. En over 2 maanden kunnen jullie terugkomen om Felix te bewonderen. Nou, laat ik eerst even iets vertellen over het lab. We zijn niet zomaar een lab natuurlijk. En we hebben eigenlijk 3 taken. De eerste taak die we hebben is dat we sterke magneetvelden en sterke lasers ontwikkelen en ook zelf bouwen. En die lasers en magneten die behoren tot de sterkste van Europa of van de wereld. Dus dat is heel speciaal. De tweede taak is natuurlijk dat we daar onderzoek mee uitvoeren. We gebruiken die magneten en die lasers voor materiaalonderzoek. Ten derde, de installatie die we hebben is zo speciaal dat er mensen van de hele wereld hier naartoe komen om experimenten te doen. Dus we zijn een gebruikersfaciliteit. Dat betekent dus als mensen een heel goed idee hebben om onze installatie te gebruiken, dan schrijven ze daar een voorstel van. Dat wordt beoordeeld en als het goed wordt beoordeeld, dan kunnen dus mensen van de hele wereld hier hun experimenten komen doen. Nou, dat zijn eigenlijk de 3 taken die we hebben. Wat we nu gaan doen, is we gaan kijken bij de magneten. Ik wil jullie vertellen over hoe maak je eigenlijk sterke magneetvelden, want dat is helemaal niet makkelijk, daar heb je een heel groot gebouw voor nodig. Dan zal een van onze promovendi vertellen wat voor onderzoek we daarmee doen, met name bij lage temperaturen. En tenslotte maak ik alvast de link naar de vrije elektronenlasers in het combinatie-experiment. En dat experiment is momenteel in Nijmegen de enige plek op de wereld waarbij je dat kan doen. Dus ik zou zeggen, laten we lopen naar de magneten. Dus we gaan hier nu rechtsaf. We hebben 2 magneethallen. We gaan dadelijk naar de ene magneethal, maar we lopen nu naar de magneethal met de sterkste magneten die we momenteel hebben. We lopen langs de controlekamer. We hebben 1 kamer in het gebouw van waaruit we alle magneten bedienen. We lopen hier langs de werkplaats. En die werkplaats is essentieel voor ons, omdat alle experimenten die we doen, die kunnen we alleen maar hier doen. Die moeten we zelf bouwen. Dus alles wat we bedenken, moeten we ook daadwerkelijk zelf ontwerpen en zelf in elkaar zetten. En dan komen we hier in de eerste hal met een aantal magneten. We hebben in totaal 6 magneten. 3 in deze hal en 3 in de andere hal. En we lopen even door naar een magneet die momenteel de sterkste magneet is van Europa. En dat is deze magneet. Dus wat jullie hier zien, deze ton hier, deze ton, dat is een 38 Tesla magneet. En zoals gezegd, dat is een magneet, het hoogste van Europa. Ik wil jullie nu even vertellen van hoe je een hoogmagneetveld maakt. Nou, het is eigenlijk heel erg eenvoudig. Dit is een heel eenvoudig principe.
We hebben een of andere stroomdraad en daar sturen we een elektrische stroom doorheen. En hoe hoger de stroom, hoe hoger het magneetveld. En de stroom die we hebben, die we daarvoor nodig hebben, is 40.000 ampère. En 40.000 is dus enorm. En dat doen we door een spanning aan te leggen, een elektrische spanning van 500 volt. Nou, die spanning die komt van achter de magneet. Als je daar aan de achterkant kijkt, zijn we die hele grote stroomdraden. En die stroom die gaat dus rondlopen in de spoel. En uiteindelijk, als de stroom maximaal is, hebben we 38 Tesla. En nou, was het maar zo simpel, want over het algemeen, als je zo'n stroomdraad hebt, dan heb je ook een elektrische weerstand. En die magneet die wordt dus heel erg warm. En dat moeten we zien te voorkomen. Dus het moeilijkste is eigenlijk niet om die stroom door die magneet te krijgen, maar om hem af te koelen. En daarom hebben we niet zo'n spoel, maar we hebben een spoel gemaakt uit kleine plaatjes. Dit is één plaatje. En zoals je hier ziet, zit er een heleboel gaatjes in die spoel. En door die gaatjes persen we een hele hoop water. Nou, dat water, dat kun je hier zien, dat wordt aangevoerd door die hele grote pijpen. En dat is veel water. Dat is 160 liter per seconde. Dus een badtuig aan per seconde aan water, wat we daar doorheen persen. En als we dat niet zouden doen, dan zou die magneet meteen smelten. Zo hoog zijn die stroomdichtheden. Nou, die stroom, maar spanning, dat is het vermogen, het elektrisch vermogen wat je nodig hebt. We hebben ongeveer 22 megawatt aan vermogen nodig om deze magneet te bedrijven. Nou, dat klinkt misschien niet veel, maar als ik jullie dan vertel dat Nijmegen in zijn totaliteit ongeveer 10 keer zoveel gebruikt als onze magneet, dat betekent dat deze magneet 10% van het gehele vermogen van Nijmegen gebruikt als het veld maximaal is. Dus dat is enorm hoog. En daar zijn we best trots op natuurlijk, dat we dat aan onze universiteit kunnen realiseren. Nou, wat doen we daarmee? Nou, we doen daar natuurlijk onderzoek mee. We zijn hier momenteel bezig met een experiment van een materiaal waar we graag de eigenschappen van willen onderzoeken. Dat materiaal, dat zit hier ergens in het midden van die magneet, in het midden van die ton. Dat materiaal willen we heel sterk afkoelen naar hele lage temperaturen. En daar is die hele grote installatie die je daarvan ziet, is daarvoor bedoeld. Dus het preparaat zit op een lange stok, zoals deze hier. Die stoppen we dan in de cryostaat, die we afkoelen naar hele lage temperaturen. En dat brengen we dan in een magneet. En de temperaturen die we dan daarvoor kunnen bereiken hier is 30 millikelvin. Dus dat is vlak boven het absolute nulpunt van wat je kunt bereiken. En daarom zeggen we wel heel vaak dat we in ons laboratorium echt de extreme opzoeken. Extreme condities van de hoogste magneetvelden, de laagste temperaturen en dus de sterkste laserstraling. Dus dat is waar we goed in zijn. En wat we vaak doen, is nieuwe materialen ontdekken. Materialen die we wellicht straks in onze mobiele telefoon kunnen gebruiken. Meer dataopslag, snellere elektronica, betere computers. En we zijn nu dus bezig met de materialen voor de toekomst. Nou, een heel bekend voorbeeld is natuurlijk grafeen. Een tweedimensionaal laagje koolstof. Twee de Nobelprijswinnaars voor grafeen, die hebben bij ons gewerkt en die komen nog regelmatig hun experimenten doen. Nou, dit is dus de 38 Tesla magneet. Dat is de hoogste magneet van Europa, maar dat is nog niet alles, want we zijn ook bezig met het bouwen van een 45 Tesla magneet. En dat wil ik jullie nu laten zien. Dus dan lopen we even door. En die staat hiernaast. Dus we zijn hier bezig
met een 45 Tesla magneet. En dat is een zogenaamde hybride magneet. Dus waar die spoel van 38 Tesla gemaakt was van een koper, van een weerstandsmagneet, die wordt warm als je daar een stroom doorheen doet. Dit wordt een hybride, een combinatiemagneet. En dat is een grote supergeleidende magneet. En die zien jullie hier nu. Dus dit is een supergeleidende magneet. Die is gemaakt van een materiaal dat als je dat afkoelt naar hele lage temperaturen, dat die materiaal wordt supergeleidend. En als je daar een elektrische stroom doorheen stuurt, dan blijft die stroomgolven altijd lopen. Ja, en deze magneet, hebben we dus zelf helemaal ontwikkeld. Zelf moeten bouwen ook, samen met onze partners. En deze magneet kan 12 Tesla maken. En binnen in die magneet is er een ruimte overgehouden om een 33 Tesla resistieve magneet te plaatsen. Die 33 Tesla gecombineerd met die 12 Tesla maakt dus 45 Tesla. En als die magneet klaar is, zeg over een jaar, dan is dit de magneet die het hoogste magneetveld ter wereld kan maken. Momenteel is er één magneet die dat al kan. Die staat in Tallahassee. Die maakt 45 Tesla. En nu zijn andere landen, zoals ook Nederland, zoals ook Frankrijk, maar ook China, zijn bezig om ook dit soort magneten te ontwikkelen. En dat is een hele tour, want deze magneet die heeft dus veel vloeibaar helium nodig om die supergeleidende magneet af te koelen. We hebben een hele heliumfabriek hierachter staan, waarbij we vloeibaar helium zelf produceren. Dat helium wordt dan rondgepompt door deze magneet om die magneet klaar te maken. En als dat dan allemaal werkt, is dat echt een huzarenstukje voor ons natuurlijk, voor ons lab, om dat te beschikking te hebben voor ons onderzoek en ook voor onze externe gebruikers. En nu kijk ik naar Sanne of er al vragen zijn. Er zijn geen vragen. Hoe zitten we in de tijd? Ja? Moeten we al verder lopen? Ja. Nou, wat wel leuk is om te vertellen, denk ik, is van, we gebruiken heel vaak het voorbeeld van grafeen. Van wat je zoal kunt onderzoeken met hoge magneetvelden. Maar het is eigenlijk zo dat je alles met magneten kunt bestuderen. Ook materialen die ogenschijnlijk helemaal niet magnetisch zijn. Bijvoorbeeld een waterdruppel of een aardbei of wij zelf of een kikker. Als je die in een sterk magneetveld brengt, dan wordt je lijf of het object wordt een beetje gemagnetiseerd. Dusdanig dat je magnetische krachten uit kunt oefenen. Nou, een typisch voorbeeld daarvan is levitatie. En levitatie is het voorbeeld dat als je bijvoorbeeld een kikker of een waterdruppel in het magneetveld brengt en je doet dat op een bepaalde plaats in de magneet waar de magnetische krachten omhoog zijn en de zwaartekracht omlaag, door de velden die wij aan kunnen leggen, kunnen we dat object dan laten leviteren. En de zwevende kikker is enorm bekend geworden omdat een van onze onderzoekers, André Geim, de eerste was in de wereld die dat heeft laten zien. Nou, André Geim is toevallig ook een van de Nobelprijswinnaars voor grafeen. Dus dat is wel een hele aardig voorbeeld dat je materiaalonderzoek kunt combineren met ook onderzoek aan niet-magnetische substanties. En dat betekent dus ook dat we onderzoek doen aan polymeren, aan allerlei andere chemische structuren, waarbij we dan bijvoorbeeld gaan kijken, kunnen we nou die polymeerstructuren zo manipuleren dat we ze kunnen gaan gebruiken voor medicijnentoepassingen. Dus wij kunnen capsules maken waarbij we uiteindelijk geneesmiddelen kunnen opsluiten en dan met een magneetveld kunnen sturen. En als we die capsule kunnen openen of dichtmaken met een magneetveld, dan zou dat een doorbraak zijn om heel gecontroleerd medicijnen af te leveren. En dan zou je kunnen zeggen, ja, maar dat is eigenlijk een
beetje raar, hè? Want die hoge velden die we hebben, die hebben helemaal geen plaats in het ziekenhuis. Nou, de MRI-scanners die normaal gebruikt worden, die zijn al 3 Tesla. En er wordt momenteel gewerkt aan 7 Tesla MRI-scanners. En zelfs de eerste 11 Tesla MRI-scanners worden al ontwikkeld. En dat soort velden is dus al genoeg om ook niet-magnetische materialen te manipuleren en te beïnvloeden. En ook dat kun je dus doen hier bij het HVNL. Ja? Want wat de mensen in de chat misschien niet zien, is dat we hier op de grond een markering hebben aangebracht in het lab. Zodat we ten alle tijde inderdaad veilig zijn. Dus ik sta nu op de markering. Dit is eigenlijk het gebied waar we uit moeten blijven als de magneet aanstaat. Als we daar binnen willen komen, moeten we opletten dat we onze badges bijvoorbeeld achterlaten. Omdat die zullen gewoon worden gewist op het moment dat we te dicht bij de magneet komen. Want daar is hij wel sterk genoeg voor als je dicht bij de magneet bent. Want deze doet het niet? Oké. Okay. Zijn er nog meer vragen? Dan lopen we verder. Dus we zijn nu in wat wij noemen de ene hal, de Zuidhal. Dan lopen we nu naar de andere magneten toe, in de Noordhal. Het is zo, we hebben dus 6 magneten. Al die 6 magneten die gebruiken dus 22 megawatt. En die hele plas met water. Maar het is wel zo dat we maar 1 magneet tegelijkertijd aan kunnen zetten. En om die magneet aan te kunnen zetten, hebben we dus die elektrische stroom nodig. Daar hebben we een voeding voor. Maar die voeding kan dus maar 1 magneet tegelijk gebruiken. Maar we kunnen wel heel makkelijk van magneet naar magneet switchen. Dus wat we doorgaans hebben, is dat we 3 experimenten hebben. Die we plannen, die we opbouwen. Want dat opbouwen van zo'n experiment wat we nu gaan zien, kost aardig veel tijd. En dat betekent dat gedurende een dag dat we 3 experimenten kunnen doen in 3 shifts. En die experimenten vinden dan ook plaats gedurende de hele dag en nacht. En ook in het weekend. Ja? En zodoende maken we dus optimaal gebruik van alle magneten die we hebben. En dan geef ik nu het woord over aan Femke Banga. Is een van onze PhD-studenten. En zij zal jullie iets vertellen over het onderzoek wat zij momenteel uitvoert. Dankjewel. Ik hoop dat ik niet te hard en niet te zacht te verstaan ben. Maar ik zie al een duimpje omhoog, dus dat gaat goed. Ja, ik ben Femke dus en ik ben nu net begonnen aan mijn 3e jaar bij het HVML als PhD-student. En ik wil jullie wat vertellen over wat ik normaal gesproken, waar ik onderzoek naar doe. Dus waar ik naar kijk zijn hele gekke metalen, exotische metalen. En meestal hebben die exotische metalen, die bestaan uit hele gekke elementen. Dus een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld cerium. En die gedragen zich over het algemeen heel erg gek bij lage temperatuur. Nou, het blijkt nu dat als ik mijn materiaal, als ik daar een ander atoom in mix, cadmium, dat hij dan magnetische eigenschappen krijgt. En er is dus een faseovergang. En rondom die faseovergang gedraagt het materiaal zich heel erg gek. En ik vraag me af, waarom gebeurt dat? Kunnen we dat begrijpen? En misschien kunnen we dat in de toekomst ook best gebruiken voor applicaties. Dus voor mijn experimenten, dat is wat ik doe, experimenten, kijk ik naar de magnetische eigenschappen. En ik heb hier een stok neergelegd die we daarvoor gebruiken. Ik hoop dat jullie het kunnen zien, ongeveer. Maar hier op de tafel ligt een stok. Hij is ongeveer 2 meter breed. En die doen we in een cryostaat. Wat we meten zijn de magnetische eigenschappen. En die meten we met hele kleine spoeltjes die we hieronder doen. En in die spoeltjes doen we het sample. Nou, die spoeltjes zijn ongelooflijk klein,
Dus ik denk niet dat jullie ze kunnen zien op het filmpje. En ik heb een foto uitgeprint. Dus zo... Oeh, dat is wel lastig met één microfoon en foto. Nee, dat gaat... Ja, oké, thanks. Dat gaat nog beter. Dus zo zien die spoeltjes eruit. Het zijn twee spoeltjes en het draad dat we gebruiken is 10 micron dik. Nou, dat is nog een stuk dunner dan de haren die je op je hoofd hebt zitten. En die moeten we met de hand zo perfect mogelijk draaien. Dus ja, dat is een lastig werk. En vervolgens doen we dan ons sample in die spoeltjes. Ja, die spoeltjes die kunnen we dan hier op de stok monteren. We doen er een thermometer bij, zodat we weten wat voor temperatuur het is. En als we dat allemaal hebben voorbereid, dan kunnen we de stok dichtmaken en af gaan koelen. Dus wat we doen is, we hebben een cryostaat. Die zetten we in de magneet. Jullie hebben dat misschien net ook al wel gezien. Maar die stok komt er van boven zo in, zodat straks het sample precies in het midden komt te zitten. En hoe koud maken we het dan? Nou, voor mijn onderzoek wil ik het echt goed koud hebben. Dus daarbij kun je denken aan 50 millikelvin. Nou, ik vermoed dat jullie niet zo goed gevoel hebben daarvoor. Ik heb zelf heel weinig gevoel voor temperatuur. Maar de temperatuur van outer space, dus tussen de sterren in, is ongeveer 3 Kelvin. En wat ik doe, is nog ongeveer 100 keer kouder dan de temperatuur rondom de sterren. En om dat voor elkaar te krijgen, hebben we hele ingewikkelde koelkasten nodig. Die we aansturen met hele grote panels. Dus dit is onderdeel van de koelkast, wat je hier nu voor jullie rechts van mij ziet. Om ons sample dus een stuk kouder dan de gemiddelde temperatuur van het heelal te kunnen krijgen. Ja, een leuke technische uitdaging is dat ook wel. Nou, als ons sample dan eenmaal koud is, is het tijd om de magneet aan te zetten. Dus die grote magneet. En dan kunnen we onze data eruit halen. Om weer een idee te geven van hoe de data eruit ziet, heb ik weer iets geprint. Dus dit is een typisch signaal dat ik heb gemeten. Dit heb ik gemeten december, bijna een jaar geleden. En wat je op de x-as ziet staan is het magneetveld. Dus tussen 22 en 31 tesla ongeveer. En op de y-as hier zie je dus de grootte van mijn signaal. Ja, het ziet er misschien een beetje noisy uit, maar dat is het niet. Het zijn allemaal oscillaties die me heel erg veel vertellen over de elektronen en hoe die met elkaar interageren. En het blijkt dat hoe groter het magneetveld is dat je erop aanbrengt, hoe beter we die interessante oscillaties kunnen zien. Ja, en ik vermoed dat veel mensen van de Bethe-faculteit ook wel eens Fourier-transformaties hebben gehoord. Dus met behulp van Fourier-transformaties kunnen we daar van alles over leren en beter begrijpen over waarom dat materiaal zich nou zo interessant gedraagt. Ja, dus dat is ongeveer wat ik doe. Het is veel solderen, onder de microscoop zitten, heel erg je best doen om alles af te koelen en uiteindelijk ook nogal programmeren. Dus het is een hele leuke combinatie eigenlijk om hier in het lab te werken. Nou. Dankjewel. Dan lopen we verder. En dus we hebben hier een aantal magneten die zijn iets lager dan de 38 tesla. We hebben hier drie magneten staan en die zijn allemaal 33 tesla. Maar deze magneten hebben wel allemaal een specialiteit. En deze achterste magneet, dat is de magneet die we momenteel gekoppeld hebben met het Felix laboratorium. Ja. Dus we staan hier nu voor een 33 tesla magneet. En wat jullie daar boven zien, daar, dat is de bundellijn van het Felix-laboratorium. En die bundellijn die daarboven loopt, die bestaat uit ongeveer 40 spiegels, 90 meter lang. En dit begint in de bunker van de vrije elektronenlaser. Daar wordt dat intense laserlicht wordt het gemaakt. En dan door die 40 spiegels, 90 meter lang, wordt dat licht hierheen getransporteerd. Nou, dat zijn dus van die grote pijpen. Die pijpen die moeten ook vacuüm gehouden worden. Want als het daar lucht in zou zitten, dan zou het licht geabsorbeerd worden door de waterdampen in die pijpen.
Dus dat zijn grote spiegels. En die spiegels die zorgen ervoor uiteindelijk dat dat licht, dat intense licht, hier bij ons terechtkomt. Dat eindigt dan daar. En eigenlijk, we hadden heel graag nu een experiment kunnen laten zien. Alleen, we hebben afgelopen week ontdekt dat er iets mis is met deze magneet. Dat is heel erg jammer. Dus we hebben het experiment moeten afbreken. Omdat deze magneet, die zal nu opengemaakt worden. Volgende week moet die hele magneet eruit om te kijken wat er aan de hand is. Nou, dat is een voordeel natuurlijk dat we alles zelf doen. Dat kan ook. Maar dat betekent nu dat ons onderzoek wat dit betreft met de combinatie tussen die vrije elektronenlasers en de magneten nu even stil ligt voor een week of wat. Nou, nu is natuurlijk de grote vraag van ja, wat voor speciaal onderzoek kun je nou doen met die combinatie? En daar wil ik een aantal voorbeelden van geven. Maar dan moet ik toch even iets vertellen over de vrije elektronenlaser. Een vrije elektronenlaser die genereert licht, geen zichtbaar licht, wat we eigenlijk kennen van de laserpointers. Maar dat genereert licht met een hele lange golflengte. En die golflengte is zo lang dat de energie van het licht heel erg klein is. En dan moet je eigenlijk denken aan warmtestraling. Straling die je niet met je oog kan zien, maar die je eventueel wel zou kunnen voelen. En als je nu gaat kijken wat je met die warmtestraling kan doen. Nou, een heel bekend voorbeeld. Daar zal je in de rondleiding over een paar maanden, over 2 maanden wat meer over kunnen leren, is van je kunt gaan kijken van hoe moleculen en materialen bewegen. Dus hoe ze vibreren. En als je nu een optisch spectrum neemt met behulp van dat licht, dan kun je eigenlijk een vingerafdruk maken van je materialen, van je moleculen. Dus je kunt je moleculen en je materialen kun je identificeren. Nou, dat is een hele belangrijke toepassing waarvan we dagelijks eigenlijk gebruik van maken. Nou, en die vingerafdruk van die materialen, waar bestaat dat nou uit? Nou, dat bestaat bijvoorbeeld uit dat als je gaat kijken hoe die materialen die warmte opneemt en je kijkt bijvoorbeeld naar een kristal, dan zal die kristal en die atomen die zullen gaan bewegen. Ja? En het bewegen van die materialen is typisch voor het materiaal wat je bestudeert. Dus dat is één voorbeeld. Dat noemen we dan de roostertrillingen. Een tweede voorbeeld wat we hebben zijn magnetische materialen. En magnetische materialen, die worden natuurlijk heel erg gebruikt in de harddisks. En al die magnetische excitaties, zoals we dat noemen, die zitten precies in het frequentiegebied van de vrije elektronenlasers. Dus wij willen heel graag die lasers gebruiken om te bestuderen hoe het magnetisme zich gedraagt in dit soort type materialen. Om uiteindelijk, en dat is een doel wat we hebben, is als je gaat kijken naar hoeveel energie het kost om dataopslag te hebben in de grote datacenters, bijvoorbeeld in Amerika bij Google. Dat betekent dat een enorm grote energie nodig is om die data op te slaan. En als je wereldwijd kijkt, dan is dat al zoiets van 7% van de totale energie. Dus waar we nu op het moment mee bezig zijn, is om te kijken, kunnen we niet materialen ontwikkelen, dusdanig dat het opslaan van data op een magnetische manier, dat we veel minder energie daarvoor kunnen gaan gebruiken. Nou, één voorbeeld van zo'n methode zou kunnen zijn, is om die magnetische bits van 0 naar 1 te kunnen schakelen met behulp van het licht met die hele kleine energie. Dus met dat licht van de vrije elektronenlasers. En het experiment wat je dan doet, is je hebt een of ander nieuw materiaal, dat stop je in die magneet. Die magneet zet je aan om de magnetische eigenschappen van het materiaal dusdanig te brengen dat je die magnetische omslag van 0 naar 1 met dat licht kunt bewerkstelligen.
Nou, daar zijn we nu mee bezig. En dat is fundamenteel onderzoek. En dat kan zomaar zijn ja, dat dat 10 jaar duurt of 20 jaar duurt voordat je dat toegang kan gaan passen. Ik wil nog 2 andere voorbeelden noemen die we met behulp van deze combinatie experimenten willen gaan doen of aan het doen zijn. En een heel belangrijk voorbeeld wat wij gaan bekijken is zonnecellen. In een zonnecel willen we eigenlijk de fabricage van zonnecellen simpel maken. En dusdanig dat de beste zonnecel ook het meeste stroom genereert voor het zonlicht. En alle zonnecellen die je nu gebruikt op het dak, dat zijn siliciumcellen. Die zijn heel erg efficiënt, maar relatief duur. Waar we nu naar aan het kijken zijn, is om op die zonnecellen van silicium een ander materiaal aan te brengen die een ander deel van het zonlichtspectrum gaat invangen, dusdanig dat die tandem zonnecel een grotere efficiëntie gaat krijgen. Nou, dat materiaal wat we dan opbrengen, of op zouden willen brengen, dat moet eenvoudig te maken zijn. En waar wij nu naar kijken is een materiaal gemaakt van een organisch materiaal, een organisch molecuul. En dat organisch molecuul, dat kunnen we manipuleren met het vrije elektronenlaserlicht en met een hoog magneetveld. Nou, en daar heb ik even een stapje voor nodig om uit te leggen hoe dat werkt. Het blijkt nu dat wel degelijk de magnetische eigenschappen van zo'n materiaal belangrijk zijn. En dat kun je ook weer voorstellen als een klein stroompje, een klein magneetje, een klein, we noemen dat in de natuurkunde de spin. En de spin van de elektronen in dat materiaal, die blijken nu belangrijk te zijn voor die zonnecellen. En wat wij nu dus gaan kijken is van hoe we die spin zouden kunnen gebruiken met behulp van die magneetvelden om dan de zonnecellen veel effectiever te maken. Dus ook dat is weer fundamenteel onderzoek. We verwachten niet dat we binnenkort die zonnecellen kunnen gaan verkopen, maar wij zijn dan bezig om nieuwe concepten te ontwikkelen om die materialen straks beter te kunnen begrijpen en toe te gaan passen. En het laatste voorbeeld wat ik wil noemen is onze speurtocht naar het onderzoek naar supergeleiding. En in een supergeleider, zoals ik al zei, daar maken we magneten van. Die supergeleiders die zouden ook eventueel heel erg bruikbaar kunnen zijn om heel efficiënt de stroom te geleiden. Ja, weerstandsloos, dus zonder verliezen. Het nadeel echter is van de meeste supergeleiders is dat je ze echt af moet gaan koelen naar hele lage temperaturen. En doorgaans heb je daar vloeibaar helium nodig. Nou, in de jaren 80 zijn er nieuwe materialen ontdekt, de hoge temperatuur supergeleiders. En dat was echt een revolutie, daar is ook de Nobelprijs voor uitgereikt. En die type materialen die worden supergeleidend bij veel hogere temperaturen. En de droom is om uiteindelijk die materialen te begrijpen hoe dat werkt, waarom ze supergeleidend worden. En om die temperatuur omhoog te brengen naar kamertemperatuur. Dus een van de hoogleraren die hier aan ons lab werken, die is nu bezig om te kijken hoe werken die materialen, die hoge temperatuur supergeleiders, en hoe zouden we die supergeleiding naar kamertemperatuur kunnen brengen. Nou, waarom hebben we daar nu deze magneten voor nodig? En waarom hebben we daar nu de vrije elektronenlasers voor nodig? Het blijkt ook voor die supergeleiders dat elektrische spin weer heel erg belangrijk is. En supergeleider bestaat dan uit elektronen met een bepaalde spinstructuur. En die spinstructuur kunnen we kapot maken, zowel met het magneetveld
als ook met de vrije elektronenlaser. En die combinatie is nog nooit gelukt. En het is een beetje cru om te zeggen, is van door die materialen naar extreme condities te brengen, maak je de supergeleiding kapot. En door te bestuderen hoe precies die supergeleiding verdwijnt onder invloed van het licht en onder invloed van de magneetvelden, leren we hoe de supergeleiding werkt. En die combinatie zijn wij dus de enige in de wereld momenteel waarbij je dus deze experimenten kunt doen. En de verwachtingen zijn hoog gespannen natuurlijk voor dat type onderzoek. Dus dat waren de voorbeelden die ik in de combinatie wilde vertellen. Sanne. Je noemde net een aantal toepassingen, zoals bijvoorbeeld de zonnecellen die jullie willen onderzoeken. Moeten alle zonnecellen uiteindelijk dan ook in zo'n grote magneet worden geproduceerd? Of hoe gaat dat van fundamenteel onderzoek naar toepassing? Ja, dat is een hele, hele goede vraag. Dat is eigenlijk, zijn er verschillende antwoorden mogelijk. Het eerste antwoord is, heel vaak, wat wij doen hier bij HVML Felix, is we hebben een of ander materiaal wat we willen begrijpen. En dat materiaal, dat is nieuw, daar weten we helemaal niet hoe het werkt. En dan wil je eigenlijk eens kijken, van, ja, wat zijn daar nu de eigenschappen van? En wat nou heel erg goed werkt, is, nou, breng dat materiaal maar onder extreme omstandigheden. Hè. Geef er maar een grote klap op met een hamer. Kijk dan wat er gebeurt. En dan leer je het meeste. En als je dan eenmaal begrepen hebt hoe dat materiaal zich gedraagt, dan kun je heel vaak die eigenschappen verbeteren. Verbeteren en nog verbeteren. En dusdanig dat de eigenschappen die je wilt hebben, dat die ook gewoon onder normale omstandigheden zich voordoen. Er zijn hele bekende voorbeelden. Bijvoorbeeld bij grafeen, maar ook bij het zogenaamde quantum Hall effect. En bij dat soort onderzoek werd er onder hoge magneetvelden werd er een of andere exotische toestand van materie werd ontdekt. En het eerste onderzoek was volgens mij bij 25 Tesla of zo. En nu kun je dat onderzoek doen gewoon met een huis- en tuin-keukenmagneetje. Ja? Door het materiaal te begrijpen kun je de eigenschappen zo aanpassen dat je ook onder normale omstandigheden die eigenschappen kunt gebruiken. En dat is dus eigenlijk de kracht van misschien de bottenbijlmethode, extreme omstandigheden. Als je dan begrijpt hoe die materialen zich gedragen, dan leer je heel veel over die materialen en dan kun je daar dus je voordeel aan doen. Dus die zonnecellen, die worden niet zelf geproduceerd in een magneetveld. Nee, we studeren ze alleen maar in een magneetveld. En door die materialen, door te begrijpen hoe ze werken, uiteindelijk zullen dan die zonnecellen hopelijk beter worden. Ik heb net een vraag binnengekregen over supergeleiding. Namelijk, is temperatuur eigenlijk de enige factor die ervoor kan zorgen dat het materiaal in de supergeleidende toestand komt? Nee. Supergeleiders die worden meestal is de temperatuur een heel erg belangrijke parameter. En dat is eigenlijk ook wel goed om te vertellen. Temperatuur is een hele belangrijke parameter, maar een magneetveld is eigenlijk een soortgelijke parameter, een thermodynamische parameter. Dus je zou ons onderzoek ook kunnen samenvatten als van in plaats of bovenop het variëren van de temperatuur, variëren ook het magneetveld en kunnen we ook nog de druk aanpassen. Dus die thermodynamische parameters, druk, temperatuur, magneetveld, die gebruiken we. En we hebben gezien dat bij die supergeleiders al die drie factoren een rol spelen. En we passen ze ook alle drie toe.
Je zei net al dat Felix een hele intense lezer is. Hebben jullie wel eens het probleem dat dingen worden gesmolten of kapot gaan door de intensiteit van het licht? Ja, dus dat licht, dat zie je niet. Dus dat is best, best apart natuurlijk. Maar als je dat licht focuseert, dan kun je wel degelijk bijvoorbeeld doorslag krijgen in licht of doorslag krijgen in vensters wat je gebruikt. En daar moet je dus heel erg mee uitkijken. En tegelijkertijd is dat natuurlijk ook de eigenschap die we willen gebruiken, want we willen eigenlijk die materialen daadwerkelijk veranderen met het licht, veranderen met het magneetveld, om zodoende dan echt te kijken van wat er gebeurt in die materialen. Ja, dus dat is een eigenschap die we graag zien. Hoe intenser het licht, hoe fijner we het vinden. Ik heb nog een vraag over de metingen. We hebben net namelijk bij Femke gezien hoe de signalen eruit zien. Namelijk dit soort krasserige lijnen op een computerscherm. Als jullie deze meting aan het doen zijn met zowel magneetveld en een laser, hoe weet je nou welke pieken en dalen door het magneetveld komen en welke pieken en dalen juist door de laser worden veroorzaakt? Ja, nou wat denk ik heel krachtig is, wat wij kunnen doen, is die magneetvelden. Het is niet zo dat die magneten altijd gewoon aanstaan. Hè? Dus die magneten, die variëren we in de veldsterkte tussen 0 en het maximaal veld. En meestal leer je dus heel veel over te bestuderen van ja, wat gebeurt er bij een laag veld, wat gebeurt er bij een hoog veld. Met de laser, wat we daar doen, is natuurlijk de frequentie veranderen, de intensiteit veranderen, maar ook die lasers zijn ook laserpulsjes. Hè, dus daar kun je ook gaan bestuderen van als je een materiaal onder invloed brengt van een kort laserpulsje, hoe herstelt dat materiaal zich van die laserpuls? Nou, al die eigenschappen, hè, dus al die parameters, die variëren we. Ja? En dan kun je dus heel goed bekijken, bijvoorbeeld door het magneetveld uit te zetten, wat gebeurt er met de laser, het magneetveld aan te zetten, ook te kijken wat er gebeurt er met die laser. En zo kun je dus heel goed bepalen wat komt er door de magneet en wat komt er door de laser. Er is nog een vraag binnengekomen over supergeleiding. Is het ook mogelijk om met een van de parameters die je net noemde, magneetveld, druk, temperatuur, om alleen maar met een van die factoren in de supergeleidende stand te komen? Je hebt natuurlijk altijd alle drie. Hè? Dus je hebt altijd de temperatuur, altijd een magneetveld en altijd een druk. Maar het is wel zo dat voor sommige materialen het ene belangrijk is en de andere. En voor andere materialen het andere. Ik noemde net al kamertemperatuur supergeleiding. Dit is eigenlijk al gerealiseerd voor een materiaal, maar bij extreem hoge druk. Bij zo'n hoge druk dat het eigenlijk voor praktische toepassingen is het helemaal niet relevant, maar het is wel gebeurd. He, dus in principe kamertemperatuur supergeleiding zou je kunnen realiseren, maar bij hele extreme druk. Dus dat is dan eigenlijk een voorbeeld dat je met hoge druk supergeleiding bij kamertemperatuur kunt realiseren. Maar het belangrijkste is natuurlijk kamertemperatuur en atmosferische druk. Als we dat realiseren, dan hebben we een echte doorbraak. En om dan nog even terug te komen op die magneten. Je zei dat deze het niet meer zo goed doet. Hoe kom je erachter dat de magneet het niet meer goed doet? Ontploft hij dan? Of? Ja, magneten ontploffen, daar houden we niet van. Maar dat komt, ontploffen is niet het goede woord. Hè, maar er gaan soms wel magneten stuk. Dus wat wij doen, als we gaan kijken naar die magneten hier. Ja, hier, dit zijn allemaal sensoren. En met al die draadjes wordt eigenlijk voortdurend gemeten wat de toestand van die magneet is. En zoals ik al zei, er wordt water door die magneet geperst.
met 160 liter per seconde. Daar hebben we een hoge druk voor nodig, 25 bar. Ja. Daarvoor hebben wij in de kelder een enorme pomp staan om die 25 bar te maken. Maar die druk, die meten we ook. Die houden we ook in de gaten. Met al die draadjes houden we ook in de gaten van wat de temperatuur van het water is. Dat water dat komt binnen met ongeveer 10 graden Celsius en gaat naar buiten met 50 graden Celsius. Als die magneet te warm wordt, dan wordt die automatisch afgeschakeld. Dan meten we ook de weerstand van de spoel voortdurend. Dus als er de elektrische weerstand verandert van die spoel, dan schakelen we meteen af. Dus we hebben een heleboel parameters om te kijken wat de conditie is van de magneet. En je kunt je wel voorstellen, ik heb die platen laten zien met al die gaatjes. Als er een van die gaatjes verstopt is en een van die kanaaltjes waardoor dat water wordt geperst dicht gaat, dan heb je dus in een van die plaatjes geen koeling, wordt warm. Die weerstand wordt hoger, wordt hij nog warmer. Nou, en op dat moment moet je eigenlijk de magneet uitschakelen voordat hij doorgebrand is. Ja, en dat doe je dus door te kijken. Nou, deze magneet hebben we vorige week geconstateerd dat een van de spoelen een afwijking heeft in de weerstand. En meestal gebeurt dat heel plotseling. Dus dan ben je op een gegeven moment een experiment aan doen. En dan gedurende een moment verandert heel snel de weerstand. Dan weten we, nou in die magneet is er iets verschoven. Of er is kortsluiting ontstaan in een klein deel. Of een van de koelgaatjes is dicht. Nou, dat kunnen we niet van buiten zien. Dus daarom moeten we deze magneet nu openmaken om visueel te testen. Van wat is er aan de hand? Kunnen we het nog repareren of moeten we de magneet vervangen? En dan heb ik nog één afsluitende vraag voor jou, Peter. Als directeur van dit lab, waarop ben jij eigenlijk het meest trots? Nou, wat ik heel speciaal vind, en dat probeer ik eigenlijk aan elke bachelor, masterstudent, PhD-student, postdoc. Alles wat wij hier doen, dat is uniek en is eigenlijk nog nooit eerder gedaan. En dat is een heel speciaal gevoel. En doordat we dat doen, door die hele speciale condities, kunnen we echt bijdrage leveren aan nieuwe materialen die echt het verschil kunnen maken. En nou, de gedachte dat we dat in Nijmegen hebben, in Nederland, aan deze universiteit, ja, dat vind ik heel erg speciaal. Dat vind ik ook heel... Ben ik ook blij dat ik daaraan bij kan dragen. Dankjewel Peter voor deze rondleiding. Dan geef ik nog even de microfoon aan Danielle die dit allemaal heeft georganiseerd voor ons. Ja, dankjewel Peter en dankjewel Femke voor jullie verhaal. En alumni bedankt voor het kijken en hopelijk tot de volgende keer. We hebben op 7 oktober nog een lezing over Namibië en de toekomst van het onderzoek naar zwarte gaten. We hebben ook op 20 november de volgende rondleiding door het Felix. Dus hoop ik jullie allemaal weer te zien, digitaal. Dankjewel.